VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Vanmiddag hebben we opnieuw bezoek hier bij VBRO van Misha Mara. Het is ondertussen alweer een tijdje geleden dat ze bij ons te gast was. Misha, goedemiddag. Goedemiddag, Mathieu. Dat moet begin 2016 geweest zijn. Ja, toen is alles opnieuw begonnen. Dan ben ik beginnen platen maken weer. Eerst met Connie Neefs samen. We zijn trouwens hier geweest. Er moet nog ergens een filmpje bestaan. En dan is alles weer terug opnieuw. Ja, ik ben wakker gekust, zeg ik altijd. Wakker gekust, want als we ons even omdraaien, de foto hierboven. Ja, daar was je 17? 17. Ja. Dus je staat ook al lang in het vak, hè? Ja, ja. Een jaar of 10, hè. Je bent net 27 geworden. 27, onder de 30, hè. Mijn moeder zei dat ook altijd. Ik plaagde haar vroeger toen ze zei bij mensen van ik ben net 40 geworden. En ik zei toen, mama, je bent toch al 45? Ah, ja, ja. Ja, maar ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn leeftijd. En als iemand zegt, hoe oud ben je, dan zeg ik het ook gewoon. Het is nu niet dat ik binnenkom en zeg, hallo, ik ben hallo, zo oud. Nee, dat doe ik niet. Maar ik bedoel, ik heb er nooit een probleem van gemaakt. En ik, voor zover ik mezelf ken, na zoveel jaar, ga ik er ook nooit een probleem van maken. Ja, ja, ja. Je ziet er toch goed uit? Dankjewel. Je mocht ook blijven. Je bent hier te gast om een beetje promotie te maken voor jouw nieuwe single Liefdesliedjes. Een nummer dat trotsplaat was bij ons. Doet het ook goed in de top 30. Dat is leuk, hè? Geweldig. Geweldig. Ja, je begint terug te zingen na zoveel jaren eigenlijk naar het publiek toe in activiteit. Ik ben altijd wel bezig geweest, maar vooral achter de schermen. En dan plotseling, na anderhalf jaar, blijkt er toch nog een interesse te zijn van de mensen. En blijkbaar zit ik met de keuze van de liedjes die ik nu maak. Hey, eerst jij, nu dit. Vinden de mensen het wel passen bij mij? En dat is zo, ja, wie had dat nog gedacht? Ik had nooit gedacht dat men nog zou zeggen, akka, een comeback of zoiets. Maar men zegt altijd, toeval bestaat niet, hè? Ja. Ja, nee, toeval bestaat niet en je kan soms de dingen een beetje forceren, maar succes hebben, daar geloof ik niet in. Dat kan je niet forceren. Het publiek beslist altijd. En je moet natuurlijk het geluk hebben dat mensen zoals jullie en nog andere mensen zeggen van, dit vinden we nou eens goed, we gaan dat steunen. Want dat heb je nodig. Zonder steun, als het publiek niet weet dat je een nieuwe plaat hebt, dat je terug bezig bent, ja, dan houdt het op, hè. Dus dankjewel jullie allemaal. En dankjewel het publiek ook dat ze het zo omhelzen, dit liedje. En dat ik het overal mag komen zingen. Maar dat merk je ook, hè, Misha, als je gaat optreden. Mensen, de eerste keer dat je het liedje brengt, of de tiende keer, mensen zingen het al mee, hè? Ja, dat is een heel verschil. In het begin, ja, dan hebben ze het nog niet gehoord. En dan zie je wel, ja, er zit wat ritme in. De mensen bewegen wel mee. Maar als ik een maand later kom, dan zitten ze mee te zingen. En ze weten al waar de gitaarsolo komt. En dat is heel leuk, heel leuk. Daar doe je toch voor als artiest, hè? Ja, ja, je staat niet op een podium om alleen te staan, hè. Je staat toch om de mensen te entertainen. En als jij iets geeft, krijg je iets terug. En dat is natuurlijk fantastisch, hè? Dat liedje van de jazzpolitie, daar had je eigenlijk al langer een beetje een soort band mee, hè? Ja, ik heb dat altijd een mooi liedje gevonden. En elke keer als ik het hoorde, vooral dan op de televisie in Nederland, bij de jaarlijkse top 2000 van Matthijs van Nieuwkerken, elke keer als ik het hoorde, dan dacht ik, oh, dat vind ik goed. Maar het is eigenlijk maar dit jaar, de afgelopen kerstperiode, dat ik het weer hoorde. Ik ben opgestaan. Want we zaten allemaal aan tafel, we waren aan het eten. Ik ben opgestaan, ik ben naar mijn bureau gegaan en ik heb het opgeschreven. Ik denk, nu ga ik het opschrijven. En toen moest moest nog uitkomen. Ja. Dus toch ergens moet er een trigger geweest zijn dat ik denk, ik moet dat toch noteren. En dat heb ik dan gedaan. En voilà, 6 maanden later is het daar. Ja, de trotsplaat geweest bij ons, ook in de top 30 draait het goed mee. Maar een artiest zit nooit stil. Er zijn ook al ideeën aan het broeien om begin volgend jaar, want ik had dit jaar geen nieuwe single meer uitbrengen. Hè? Nee. 2 is genoeg op een jaar. Hè. Eentje begin van het jaar en eentje net voor de zomer. En dan ga ik nu inderdaad een beetje nadenken. Proberen in dezelfde stijl dingen te blijven vinden.
En misschien iets origineel laten schrijven of zelf schrijven. Of toch weer een cover te nemen die ik dan een beetje naar mijn hand zet. Maar voor januari komt er toch niks nieuws meer. Maar twee liedjes is misschien een mooi gemiddelde, want die moet jouw publiek toch ook een beetje de tijd geven om het liedje te leren kennen. Ik merk soms dat artiesten, elke twee maanden is er een nieuwe single. Het lijkt me niet zo verstandig dan. Nee, maar ik denk dat het voor hen vaak ook is. Zij moeten niet alleen hun liedje promoten, maar zij moeten ook zichzelf promoten. Het gaat vooral over de jonge mensen die nog niet bekend genoeg zijn, omdat er ook zo weinig mogelijkheden zijn voor nieuwe mensen. Ik heb één voordeel en dat is dat mijn kop bekend is. Ja. Dat is waar, hè? Dus jonge mensen moeten niet alleen hun hoofd promoten, ook hun liedje promoten. En natuurlijk, ja, er is altijd maar een bepaalde periode dat een liedje draait en dat een liedje te zien is op tv. Hè. Meestal alleen maar op Ment, want voor de rest is er niks. Ja, en dan vallen die maanden stil. Dus die moeten dan iets doen om toch in de picture te blijven. En dan wordt er maar... Plus, die maken misschien ook meteen een album en dan is er meer materiaal om uit te brengen. Maar dat doe ik niet. Ik laat me niet opjagen. Ik vind de mensen twee keer Mishamara op een jaar zal wel voldoende zijn. Maar dat heb je ook niet nodig, hè, als we daar eerlijk in zijn. Je hebt die jaren bagage. Ja, niet nodig. Dat weet ik niet. Dat, maar zo... ik bedoel om elke twee maanden een liedje uit te brengen. Nee. Ja, maar dat vind ik ook too much. Ja. Too much. Ja. Van het goede. Tro is te veel, hoe zeg je ja, te veel is tro is te veel, ja. Zeg, mensen kunnen jou, want je bent ook actief op de sociale media, dat hoort er nu eenmaal bij. Mensen kunnen jou daar ook volgen, hè? Ja, ik heb een Mishamara pagina en ik heb een website die een beetje achterloopt. Maar mijn pagina is up to date. Via Facebook gewoon onder de naam Mishamara. Ja, en als je dan liked, dan kan je vanaf dan al mijn berichtjes volgen. Heb je nog een kleine boodschap voor de VBRO-luisteraar of wie aan het meekijken is? Jazeker. Ik wil eerst en vooral jullie bedanken omdat jullie nu kijken. Maar ik wil ook al deze vriendelijke jongens van VBRO bedanken dat ze zoveel aandacht hebben voor het Nederlandstalige lied. En ik hoop dat dat nog lang zo mag blijven. Dankjewel. Mishamara vandaag de gast hier in ons Omroepcentrum Huis ter Beurze in Brugge bij VBRO. We zijn er heel graag met een volgende reportage bij jullie terug.